Jaren geleden had ik dat heel moeilijk gevonden, want dan gooi je eigen planning helemaal in de war en dan moet jij die controle uit handen geven en er dan maar op hopen dat het goed komt. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is een tijdje geleden weer dat ik een dagje mee heb gedaan. En de afgelopen dagjes mee voor mij waren vooral thuiswerkdagen. Dus niet heel veel variatie als ik zo terugkijk. En er was een vraag of ik een keer jullie mee kan nemen als ik weer ga sporten. Want daar ben ik mee begonnen. Dus dat ga ik vandaag doen. Als je wat gerammel hoort, ik heb kittens. Ik zal ze later nog wel even voorstellen. Ik heb nu een beetje haast. Wat ik ga doen, ik ga even een ontbijtje maken. Dan neem ik een shake mee. Ik heb de laatste tijd een soort proteïne shake is het wel, heb ik meegenomen. Deze, een vegan proteïne shake. Ik had best wel last van mijn spieren, ook omdat ik fibromyalgie heb. En met sporten erbij kon een beetje heftig zijn. En mijn vriend die gebruikte deze en die zei dat ik deze een keer moest proberen. En dat gaat eigenlijk wel goed. Dus dat neem ik mee. Verder ga ik zo nog even snel ontbijten. Koffie heb ik geen tijd meer voor, maar die doe ik daarna. En dat is het. Ik denk maar gewoon beginnen. Oh ja, wat ik ook nog wilde zeggen. Ik weet niet hoeveel mensen nieuw zijn. Of die via YouTube dit filmpje zien en denken, waar gaat het nou over? Ik ben Lonneke en ik werk bij Praat Met Mie. En op dit kanaal plaatsen wij filmpjes van dagjes mee. Maar ook proefvideo's komen voorbij waarin we nieuwe dingen proberen. Praatpraat waarin we belangrijke thema's bespreekbaar maken en onze ervaringen over delen. En dit allemaal rondom het thema eetstoornissen en eetproblematiek. Dus heb je daar last van of herken je jezelf in bepaalde video's? Kijk ook vooral even op onze website praatmimi.nl. En daar hebben we ook een forum en een chat waar je terecht kan, waar je met ons kan praten, advies kan vragen. Gewoon even veel spijt als je daar behoefte aan hebt. Maar dat is ook een beetje de achterliggende gedachte van de dagje mee eet video's om te laten zien hoe een dagje eruit kan zien als je geen eetstoornis meer hebt. Dus vandaar dat het thema sporten belangrijk kan zijn. Daar ga ik na het sporten zelf denk ik nog wat meer over uitweiden, want daar heb ik nu geen tijd voor. Maar veel kijkplezier. En voor mijn ontbijt combineer ik deze twee. Meestal neem ik iets van Alpro met granola of zo erin. Maar we hadden ook deze nog staan. Alleen ik vind deze heel dik qua structuur. Ik had verwacht dat die yoghurt zou zijn, maar het is meer een soort kwark. Dus dat vond ik niet zo lekker. Maar bij elkaar werkt het dan wel weer goed. En deze gooi ik erop. Verder heb ik trouwens nog gewoon wat multivitamines die ik elke dag neem. Ik heb een tijd geleden een ijzertekort gehad. Ik denk omdat ik weer vegetarisch ben gaan eten en ook wat meer plantaardig ben gaan eten. En ik slikte daarbij wel, zoals het vitamine B12. Maar ik had toch een licht ijzertekort opgelopen. Daardoor mocht ik ook niet bloeddoneren destijds. Maar de laatste keer was dat gelukkig helemaal goed. Dus ik blijf gewoon doen wat ik doe. Hoop ik dat het allemaal goed komt. Een beetje een hectische ochtend, maar ik ben buiten. Ik heb na het sporten even gedoucht, koffie gedronken, banaan-ei, pannenkoekjes gegeten.
En ik ben nu onderweg naar mijn zusje voor een verjaardag van mijn nichtje. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik heb net onderweg nog even een kaartcroissantje gehaald. En die ga ik onderweg naar huis nog even opeten. Ik ben inmiddels thuis. Voor mij voelt het een beetje als een chaotische dag. Ook omdat de meeste dagen zijn werkdagen. En dan heb ik toch wel een soort vaste structuur. Maar op dit soort dagen wisselt dat ineens een beetje. Zeker als je naar een verjaardag gaat van een kindje dat 1 is geworden. Je werkt echt een beetje om haar rooster heen. Dus dat betekent in dit geval dat het feestje eind van de ochtend begon. Of midden op de ochtend eigenlijk al. Tot in de middag. Dus dan zeg maar het moment waarop je normaal zou lunchen. Dat vervalt dan een beetje. En wat ik dan meestal nu doe is dat ik van tevoren wat eet. En in dit geval heb ik onderweg naar huis ben ik even langs de Albert Heijn gegaan om daar nog een broodje te halen. Maar ik snap ook dat als je dit nu kijkt, dat het misschien heel chaotisch voelt. En dat je ook denkt, hoe kan dat dan? Hoe kan je dan een soort van afwijken van een bepaald structuur? Van een bepaalde structuur. Maar dat is echt iets dat makkelijker wordt. En dat is ook leren vertrouwen op jezelf. Heel erg. Op het feit dat het goed komt. Want ik ga er nu gewoon vanuit dat... als ik honger heb, dat er ergens wel iets te eten is. En hiervoor zat ik heel erg vast aan mijn eigen regels, mijn eigen producten. En dat heb ik niet meer, dus dat kan ik al loslaten. En daardoor heb ik ook meer vertrouwen gekregen. Dus ik hoop heel erg dat als je dit ziet en het voelt misschien onmogelijk, dat dit je toch een beetje hoop geeft dat het ook anders kan en beter kan worden. En dat dit je motiveert om er vandaag weer voor te gaan. Ik ga nu even een bakje pastasaus uit de vriezer zetten, want dat ga ik vanavond eten. Ik ben alleen. En hoef ik er alleen maar pasta bij te komen. Dus dat is heel handig. En dan ga ik vooral even niks doen. En thee zetten. Ik toch nog even een momentje om ze toch een beetje voor te stellen. Dit is Fiep, die daar, en dit is Sopje. Dus die zullen nu vaker ook wel in de video's terugkomen. Het is inmiddels bijna tijd om aan te slapen, dus ik maak nog een kopje thee en ik eet een splitje, een nep splitje, eet ik nog even. En dan ga ik douchen en lekker slapen. Dus alvast heel erg bedankt weer voor het kijken. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze video of andere vragen, laat het vooral weten in de reacties hier beneden. En dan zie ik je de volgende keer weer.